Directeur Chris Wiersma van de nieuwe bibliotheek in Almere maakt zich zorgen. Begin vorig jaar heeft hij 8 mensen moeten ontslaan en 3 mensen een andere functie moeten geven vanwege een tekort in de begroting. Dit komt volgens hem omdat de gemeente al jaren geen inflatie geeft op de subsidie, met als gevolg dat het tekort jaarlijks alleen maar groter wordt. Ja, daar kun je niet mee doorgaan, want dan heb je elk jaar een tekort, dus dan moet je maatregelen nemen en dat hebben we gedaan. Ja, hoe lang is dat al gaande? Dit is de hele vorige raadsperiode, dus 4 jaar is dat gebeurd. Ja, ja. Dat begint dan met 2% inflatie, maar het jaar erop is dat natuurlijk 4%. Is het ook weer 2%, ja. Maar dan is het 4%. En samengestelde interest, dus dat wordt steeds meer. Dit jaar voor het eerst is er een gedeeltelijke compensatie gegeven voor de inflatie. Ja, want wat kreeg u als reactie van de gemeente dan? Alle begrip. Veel begrip en geen geld, ook heel kort samengevat. Ondertussen lijkt er aan de voorkant niets aan de hand, want er zijn wel meer bezoekers. Toch betekent dat niet dat er daardoor ook meer inkomsten zijn. Want je mag hier gratis naar binnen. Het is geen museum, dus je hoeft geen kaartje te kopen. Maar mensen weten de bibliotheek heel erg te vinden voor film en om hier te studeren en om allerlei andere dingen te doen. Dus zeg maar, de betekenis voor de stad wordt eigenlijk alleen maar meer. Maar het lenen van boeken is een belangrijke activiteit, maar dat staat onder druk. Ja, dus meer bezoekers betekent nog niet meer inkomsten, dus... Nee, dat kun je daarmee niet oplossen. En elk jaar 2% minder, ja, dat holt je gewoon uit. Daar is heel moeilijke actie tegen te ondernemen. Wiersma vestigt de hoop nu op het nieuwe college, want zoals het nu gaat moet hij over een paar jaar weer maatregelen treffen. Toch ziet hij de toekomst hoopvol in. Er zit een nieuw college, een nieuwe wethouder van cultuur. Die is echt van plan om heel erg haar best te doen voor de ontwikkeling van de culturele sector. Dus ik ben wel optimistischer gestemd dan ik de afgelopen jaren kon zijn.